Partijgenoten, het is duidelijk. Dit is niet ons kabinet. Maar dat betekent niet dat wij langs de zijlijn blijven staan. Wij zijn de enige oppositiepartij die weet hoe het is om te regeren. Mark Rutte, Alexander Pechtold, Sybrand Buma. Ze hebben vaak met de mond beleden dat ze de hand uitsteken naar de oppositie. U heeft dat vast gehoord, de uitgestoken hand. Maar het blijkt in feite een soort monster van Loch Ness te zijn. Er wordt ontzettend veel over gepraat. Mensen gaan er naar op zoek, maar nog nooit heeft iemand hem in het echt gezien. En misschien wordt het een keer tijd. En op zijn congres zei Sybrand Buma, en ik citeer hem, dit keer heel precies: de Partij van de Arbeid voert serieuze oppositie waar je naar luistert. Mooi compliment. Vandaar, Sybrand, luister goed. Er komen statenverkiezingen in maart. Je rijdt op een muur af. En ik heb drie concrete voorstellen. Drie concrete ideeën die hard nodig zijn. Namelijk, mensen met een arbeidshandicap verdienen een minimumloon voor hun werk. En dat is geen kwestie van geld, maar een kwestie van beschaving. Twee, we willen zeker zijn van een betaalbare woning. Dit kabinet is van plan te gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Die bezuiniging moet van tafel. En drie, kijk om naar de chronisch zieken. Kijk om naar de mensen die de pech hebben niet gezond te zijn. Ik weet wel, succes is een keuze, pech is falen. Klaas Dijkhoff wil nu een soort talentenjacht voor mensen gaan organiseren, maar zo werkt het niet in het leven. Ik vind, de Partij van de Arbeid vindt, dat het eigen risico in de zorg omlaag moet.